Hey, hallo mensen. Ja, jullie denken van, gaat hij nou krijgen? Gaat hij nou ook al een video laten zien over hoe hij het stofzuigen is? Nee, dat is niets van dien. Maar ik wil jullie namelijk een video laten zien over hoe ik een gerecht maak in de slowcooker. In onze crockpot die we nieuw gekocht hebben, voor in de knaus. Dat is onwijs handig. Ik hoef niet alle pannen op het gas te zetten enzovoort, alles klaar te maken. Gewoon in die slowcooker, op slow, 6 uurtjes, klaar volgens mij. Volgens mij, hè. Dit is de eerste keer dat ik dit uitprobeer. Het is trouwens wel een eigen recept. En dat wil ik jullie laten meegenieten. Alleen, nou zegt Mago, die zegt, moet je luisteren, je kan natuurlijk wel die mensen dat willen gaan laten zien in de keuken, maar zorg dan eventjes dat het netjes is. Dus ga eerst even zuigen. Oké, okay, jullie weten, ik luister wel naar Mago, dus ik ga even door met zuigen en dan ga ik jullie de video laten zien. Oké, mensen, dan ga ik jullie even laten zien wat de belangrijkste bestanddelen zijn van dit gerecht. En dat is namelijk natuurlijk de crockpot, die moet je erbij hebben. En ja, dat vergeet ik misschien nog bij te vertellen, maar het is maar 200 watt, hè. En moet je kijken, 5,6 liter, dus daar kan echt wel een aardig wat in. Ik moet ook zeggen dat meestal als ik het maak, dat ik dan veel te veel maak. Goed, dan heb ik 400 gram heerlijke snijboontjes. Ik heb 6 ongelooflijke mooie trostomaatjes. En kijk, heb ik een pollepel klaarstaan voor het geval dat ik dat nodig heb om door te roeren. Ik gebruik hiervoor 5 aardappelen die ik altijd schil met mijn dunschiller. En ik heb hier 250 gram, kijk, schouderhamblokjes. En waarom denk je nou schouderhamblokjes? Je kan toch zelf ham snijden? Dat klopt. Maar ik had een plak ham van 150 gram en die was duurder dan dit zakje schouderhamblokjes voor 250 gram. Natuurlijk heb ik nodig een goed scherp mes. Dus heb ik mijn aanzetstaal heb ik eventjes bijgelegd. Dat is olijfolie. Natuurlijk zout. Peper. Paprika poeder. Ik heb korianderblad en tijm. En dan heb ik een bouillonblokje liggen. En daar staat dan een kopje voor klaar. Omdat ik dat bouillonblokje in heet water oplos. Over dat bouillonblokje waar ik het over had, los het even lekker op. En dat doe ik op de volgende manier. Ik verkruimel hem eventjes in een kopje. Giet ik er kokend water op. En dat water dat heb ik ook nodig om straks erbij te gooien. Dat kan ook met groentebouillon. En dit laat ik zo staan totdat het opgelost is. Af en toe even roeren. Zo, dan ga ik de aardappels schillen. Snij ik ze aan niet te grote stukken, maar dat ga ik even laten zien. Ik heb er nou 4 geschild. Maar ik denk eigenlijk dat dit zat is voor mij. Dus ik leg deze eventjes weg en ik snijd het eerst even stukjes. Dan kan ik er een beter overzicht over houden. Nou, dan moet ik even kijken wie er eruit. De post weer buiten halen. Nou, mevrouw, wat denk jij? Kijk eens. Dit is toch genoeg voor ons tweetjes? Ja, hè. Mensen, ik hou het bij die 4 aardappels. Dus 1 aardappel minder. En de aardappels doe ik altijd wel even afspoelen. Want anders dan krijg je dat aardappelzetmeel erin en dat is niet lekker. Dus. Huh? Laat ik even lekker rustig uitlekken. Kijk, en onderwijl roer ik nog een keertje die bouillonblokje. In de pan. Kijk. Aardappel zit in de pan. Doe ik er even over de aardappels alvast een klein beetje zout. Mago houdt niet zo van zout. Nou, iedereen weet natuurlijk als je snijbonen eet dat je dan even de puntjes eraf moet halen. Ik doe dat meestal op de volgende manier. Ik zet ze rechtop. Hup, hup, hup. Dan zet ik ze zo neer. Hartstikke idee, dan doe ik hem andersom. Hartstikke idee, alle puntjes er in één keer vanaf. Dan verdeel ik hem in tweeën. 1, 2. En dan snijd ik ze aan niet te grote stukjes. Zo. Pakken we weer
de pan erbij. Zo, dan pakken we. Hebben we de pan erbij gepakt. En dan pakken we een slezertje. Kijk. Gewoon zo er los bovenop. Dan zetten we de pan weer even opzij. Nou, de tomaten aan de beurt. Tomaten aan de beurt. Ja, maar gewoon. En ik zal jullie vertellen. Oh, dat ruikt zo ongelooflijk lekker. Hey, Mago, kan je die wasmachine even uitzetten? Want ik hoor elke keer die wasmachine draaien. Dat is irritant en dat stoort de mensen. Dan weten ze dat er verrassen wordt. Oké, hij ziet al. Hartstikke idee. GLS 3-1-NATO, vreemd-NATO. We gaan weer even verder. Er was een, zoals jullie hoorden, een belletje tussendoor. En ik heb meteen maar eventjes gewacht tot Mago die wasmachine klaar was, want dat is ook zo'n rotgehoor. Kijk, en dan doe ik altijd, dat zal ik jullie even laten zien, dan maak ik er niet te grote stukken van. Kijk. Zo. Oh. Vergeten. Zo. Nou, kijk. En dan denken jullie natuurlijk dat ik dit er zo bij ga gooien. Nou, dat is dus niet waar. Als ik dit hier heb liggen, dan pak ik de olijfolie. Dan giet ik er wat olijfolie overheen. Dan neem ik de peper. De poivre blanc. Grote gaatjes. Dan neem ik de paprika poeder. Wat paprika poeder eroverheen. Korianderblad. Een beetje tijm. Zo. Dan hussel ik dit door elkaar heen. Wat doe ik dan als volgt? Dan pak ik even de pan. En dan voordat ik dit in de pan gooi, gaat eerst de hamblokjes erbij. En als die hamblokjes er dan in zitten, dan doe ik de tomaten eroverheen. Of Mago zegt altijd tomaten. En natuurlijk ga ik zoveel mogelijk van dat sap erbij. Want dat is echt lekker. Zo, jullie zien het. Wat gaat er dan als laatste mee gebeuren? Kijk, ik heb hier een bouillonblokje. En dat is onderwijl helemaal opgelost. Kijk, zien jullie? Helemaal opgelost. En dat gaat er dan overheen. Zo. Even een stukje keukenpapier. Neem ik de zijkant af. En de onderkant even af. Zo. Wat te doen is, ik zet de pan in de krokpot. Oh, dit is leuk. Ik doe de deksel erop. Ik kijk naar de tijd. Kijken. Jullie zien, het is 5:01. En als ik hem dan 6 uur op laat staan, dan eten we om 5:07. Nou, dat komt mooi uit. Kijk. Ik wil even laten zien wat een prachtige mooie indruk dit geeft. Het ziet er zelfs rauw al lekker uit. Oké, dan ga ik de tijd instellen. We zetten hem op on. Dan krijg je dus dat keuzemenuutje hierboven. En in dat keuzemenuutje kies ik dus voor stoven. Nou, ook toevallig. Hij staat op low en op 6 uur. Hoef ik alleen op die groene te drukken? Oké, ja. Slow cook, 6 uur, aan. Ik ben benieuwd. Jullie gaan uiteindelijk natuurlijk het resultaat zien. Nou, zoals jullie kunnen zien, ja. Hij is nog op de helft is hij nu, 2:53, tenminste al over de helft heen. En kijk, het ziet er zo uit. Dan moet ik zeggen, ik zal een lichtje aandoen. Oh, dat zie je nog niks. Nou, je ziet niet zoveel. Maar goed, hij is op de helft. Nog maar 1 uurtje. Oh, ik ben toch zo benieuwd. Nou, de tijd is gekomen. Oh jee. Oh jee, Mago.
Ja. Zo, het ruikt wel lekker. Wacht even, deze even hier. Dan roeren we het even door elkaar heen. Even uitzetten. Oh ja. Of uit. Doe even lichtje aan de... Oh, dan zien jullie het beter. Wauw, ziet er niet verkeerd uit. Even kijken. Nou, als je eventjes, doorroeren wil. En? Ja, ik ben het aan het roeren. Hoe ziet het eruit? Ja, zoals snijboontjes met ham en tomaatjes. Ja, inderdaad. Ik denk dat je beter deze kan gebruiken. Ja, dat denk ik ook. Niet. Want anders wordt het misschien te nat. Ja, daar hou ik ook niet van. Nee, dat niet. Oké, nou, ben benieuwd. Ja, ik heb de meeste aardappelen, dat weet je. Ja, dat vind ik altijd lekker, dat weet je. Ja, inderdaad, dat is eigenlijk een beetje te nat. Nee. Hè? Dus ik had beter misschien dat vocht, die bouillon er niet bij kunnen doen. Nou ja, niet zoveel, denk ik. Nou, ik moet zeggen, het ziet er wel heel ja, lekker uit. Ja, het ziet er hartstikke goed uit. Zo. Echt wel. Oké. Nou, maar het ziet er echt perfect uit. Ja, dat is jouw verdiening. Maar even kijken. Niet de mijne. Het ziet er echt lekker uit. Even kijken, die aardappels zijn niet gaar. Scheet, na 6 uur. Als ze dan nog niet gaar zijn, dan ja, is het geen kolen. Ja, slow cooking. Nou, dat was 6 uur. Zo. Nou. Oh. Heerlijk. Dat zat met tomaten, hij blijft al een heel lang heet. Ja, maar ik vind... Oh ja, laat ik ook eens even tomaten proeven. Wauw. Ik vind het heerlijk. Mm. Het gemak is... Gehakt. Het gemak is super. Je hebt veel meer tomaten als ik. Tomaten. Als zeg ik al 50 jaar. Tomaten. Nou mensen, we gaan even lekker rustig eten. Afeten. En nou, ik hoop dat jullie dit echt een hele leuke video vonden. Want ik heb mijn best erop gedaan. En het was best heel veel werk om het te bereiden op die manier. Voor de video dan. Maar ik kan zeggen. Nou, vinden jullie het leuk? Duimpje wordt gewaardeerd. Een belletje aan, dan krijg je een berichtje bij de volgende video. En abonneren is gratis. Hè? Ja, verder maar zo. Dat is het voordeel van YouTube, jongens. Het kost helemaal niks. Je kan gewoon abonneren. Oké. Wij gaan afeten. Tot de volgende vlog weer. Oké.